Het is 4 uur, het is dinsdag. Dat betekent nieuwe filmpje van de Kelvlog. Just lie awake and think of pleasant nights we've spent. Yo, dames en heren, jongens en meisjes. Hier zit een man met het hoofd van zijn eigen hoofd op een logo op een mok. Dat was een zin die op geen enkele manier correct was, maar wel doeltreffend is. Kijk mij, Shinen. Jong, jij bent waarschijnlijk zo arrogant. Je hebt gewoon je eigen hoofd op deze mok gezet. Oké, dames en heren, jongens en meisjes, het is vandaag een dag. Ik denk dat je het ongeveer al wat door had, mits je deze video kijkt in de nacht. Dan is het even verschillend. Maar, ik heb iets belangrijks te vermelden, namelijk, ik ga je vandaag helpen. Door het geven van tips over het kijken van series. Hé, Kelvin, waarom? Omdat het zo... Hi. Nee. Tegenwoordig is het hele televisieserie kijken anders. Vroeger keek je naar series voor de tv, wachtte je tot het 8 uur was, ging je checken. Tegenwoordig zet je gewoon aan wat je aan kan zetten en dan kijk je 20 afleveringen in de rij. Dat is aan de ene kant fucking chill, aan de andere kant is het een groot gevaar voor de Nederlandse bevolking en daarbuiten. En daarom dacht ik, ga je gewoon helpen. Let's do this. Oké, dames en heren, de allereerste tip is erg belangrijk. Het kan erg slim zijn om een serie te starten die al uit is, die je on demand kan kijken, zodat je in één ruk door kan kijken, in plaats van elke week te moeten wachten op een fucking aflevering. Dames en heren, waarom kan dat nog in 2015? Het klinkt vrij simpel en voor de hand liggend, maar het is het laatste wat je wil, is beginnen met een serie die je op een gegeven moment kijkt en lekker wegkijkt en daarna besluit van, oh fucking hell. Ik moet elke week wachten op een nieuwe aflevering, 50 minuten plezier in een week. Nou, dames en heren, dat gaat niet lukken hoor in het leven van een 19-jarige en de rest van de wereld. Dat is misschien nog wel belangrijker. Dus kijk je serie on demand. Heb je altijd overal, elke aflevering kun je gewoon urenlang kijken. Je moeder boos. Maar dat maakt niet uit, want dat is leuk. Doei. Wat belangrijk is bij series kijken, is dat je niet series gaat kijken terwijl je weet dat je ongeveer nog 10 andere dingen moet doen. Het klinkt logisch, maar het is wel de waarheid. Als je weet dat je nog huiswerk moet maken, nog moet schoonmaken, nog moet koken, nog moet eten en nog naar de wc moet, dan ga je eerst al die shit doen voordat je daadwerkelijk besluit om je serie te gaan checken. Want anders, uit eigen ervaring weet ik, dat je dan series kijkt met een van de vaag dubbel gevoel, denkende, fuck man, ik moest nog allemaal shit doen, maar ik kijk gewoon naar die serie. En dan kijk je naar die serie en elke 5 seconden denk je weer aan wat je moest doen en dan zit je gewoon te stressen man, dan kun je niet gewoon chillen. En dat is toch wel erg belangrijk bij het kijken van series, vind ik. Dat je gewoon kan chillen en dat je gewoon kan doen wat je wil. Behalve klusjes die je al hebt gedaan. Dus, bottom line, dames en heren, doe je klusjes. Maak je moeder even blij voordat je het series gaat kijken. Want dan kijk je op veel blijer series. En dan is je moeder ook nog blij. Hey, fucking blij wereld, of niet dan? Uit eigen ervaring kan ik jullie vertellen dat series nogal verslaafd kunnen zijn. En dat is het mooie eraan. Dan kun je ergens aan vasthouden en nooit meer loslaten. En de rest van je vrienden teleurstellen in het feit dat je niet meer leeft. Maar goed, weet je, zo zit het leven in elkaar. Je moet oppassen. Dames en heren, pas op. Want, volgende. Luister, Kelvin, tel het je. Tegenwoordig kun je je prettige serietje kijken met allerlei leuke dingen on the go. In de bus, op straat, in de auto. Maak geen fuck uit. Onderweg naar je werk of naar school ben je al heel snel geneigd om te denken, fuck it. Ik ga gewoon een serie kijken op mijn telefoon. Pas op. Want, hou even goed bij in hoeverre je een beetje verbruikt. Want het gaat sneller dan je denkt. Een serie streamen via een appie, dat is prachtig. Dat moet je gewoon doen in je bedje, lekker thuis, waar je wifi hebt, op school, waar op je werk, doe dat. Alleen pas op, op een gegeven moment loop je tegen een punt aan waarop je provider zegt van, hey, je mb'tjes zijn voor 80% op. En dat komt omdat je de hele busreis gewoon hebt lopen kijken. En dat is niet zo leuk. Ja, het is wel leuk, maar niet heel slim voor je portemonnee, is ook niet zo relaxed. Dus, on the go kijken, doe het vooral, maar wel met wifi. Done. Fucking done, motherfucker. De volgende tip heeft... Dat was een visuele interpretatie van de tip. Ik weet niet of je hem al hebt geraden. Waarschijnlijk nog niet. Daarom ga ik hem nu nogmaals uitleggen. Nogmaals, voor het eerst. Oké, het kan voorkomen dat je een lekker serietje kijkt op de bank. Het is 11 uur 's avonds. Je wordt een beetje slaperig. Je begint in te kakken. Oh, stop! Dat gaan we niet doen, dames en heren. Op het allereerste moment dat je een beetje moeheid begint te ontwikkelen en je merkt het, kap je ermee. TV uit, pyjama aan, tanden poetsen, even naar de wc. Ik weet niet wat je daar gaat doen, maar dat is volledig jouw zaak. Niet mijn zaak, tenminste. Op dat moment spring je gewoon lekker in je bedje. Pak je telefoon of je laptop of je tablet of wat dan ook en begin verder te kijken in bed. Zodat op het moment dat je echt in slaap valt, je gewoon al in bed ligt. Hey. De volgende aflevering... Nee, wacht, hè? Wat zeg ik nu? De volgende tip. Zo, ik zit zo in die seriewereld. Ik bespreek al gewoon in afleveringen. Fucking hell. Pas op. Deze tip is er om ongemakkelijke situaties te voorkomen. Want dat is toch wel fijn als je dat van tevoren kan voorkomen, of niet dan? Let me in je zee. Kijk, er kan een situatie zijn dat je met je ouders een serie gaat kijken. Dat kan. Dat is volledig voor normaal. Ook al schamen je ervoor, maakt niks uit. Het is gewoon gezellig met je mami en papi een serie kijken. Maar het wordt ongemakkelijk als we aankomen op het moment dat vrouw nummer 1 en man nummer 2 bij elkaar in de buurt komen, elkaars kleren uitdoen en die kabongi bongi zetten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Oftewel, het kan nogal ongemakkelijk zijn als je samen met je ouders een serie kijkt en dat de hoofdrolspelers in de serie even volledig, ik zeg het gewoon hardop, elkaar gaan bevredigen op een
nogal seksuele manier, als je begrijpt wat ik bedoel. Dus mijn tip is, bekijk van tevoren gewoon even een trailertje. Probeer even in te schatten hoeveel seks er voorkomt in een serie. Op basis daarvan in te schatten van oké, die ga ik met mijn ouders kijken. Die ga ik met mijn matties kijken. Kan slim zijn. Want het laatste wat je wil is dat je naast je ouders zit en een seksscène kijkt voor 3 minuten lang. En denkt, leuke serie hè, mama? Pap, vind je ook leuk? Jongen, ik help je gewoon. Ik help je gewoon in het leven. Gratis ook gewoon nog. Alright, ladies and gentlemen. Deze tip is slim voor mensen die niet ochtendmensen zijn. Oftewel, nochtendmensen. Het is namelijk als volgt. Als je 's avonds een serie kijkt, ja? En je komt op een aflevering die afloopt. En hij loopt af met een zieke cliffhanger. En je kan niet wachten om door te kijken naar de volgende aflevering. Dan stop je er gewoon mee. Want je bewaart die aflevering namelijk tot volgende ochtend. Het handige aan deze tip is dat je 's ochtends, ook al ben je geen ochtendmens, je wel op het moment dat je wekker gaat meteen denkt van, yo, gisteren hing hij aan de cliff. Is hij er al vanaf gevallen of niet? En het eerste wat je gaat doen is je serie aanzetten. Worden je oogjes een beetje wakker. Ga je gewoon een beetje kijken. En ben je gewoon wakker. En dan word je blij. Want dan heb je gewoon de oplossing van het vraagstuk waar je een hele nacht aan hebt gezeten. Oké, dit waren natuurlijk een hartstikke praktische tips. En dat is natuurlijk fijn, maar uiteindelijk is het wel prettig als je überhaupt de mogelijkheid hebt om een serie te kunnen kijken. En daarom heb ik voor jullie het volgende. Een maniertje om via je televisie of via je laptop of via je tablet of via je telefoon tv te kijken of series of wat dan ook, is deze motherfucker van Roderick! Is hij er natuurlijk heel vrolijk over allerlei tips en tricks te praten. Over hoe je van je televisie door kan kijken op je telefoon. Maar het is natuurlijk wel fijn als dat praktisch mogelijk is. En vanaf vandaag is het zo met de Horizon Go app. En what the fuck is de Horizon Go app, Kelvin? De Horizon Go app is simpelweg een app die je gewoon kan downloaden. Waarin je de mogelijkheid hebt om als je eerst op televisie naar je online tv kijkt. Daarna kan overschakelen op je telefoontje. App je aan. Ga je gewoon verder kijken. Het leven is zo fucking makkelijk tegenwoordig. Het is niet te geloven. Dus wil je optimaal gebruik maken van de tips en tricks die ik jou over de afgelopen minuten heb gegeven? Dan is dat geen enkel probleem, maar het wordt alleen maar vergemakkelijk met de Horizon Media Box en de Horizon Go app. Jullie gaan echt alleen maar online televisie kijken vanaf nu. Sorry, maar veel plezier. Je kan abonneren op mijn kanaal, dat doe je door te klikken op abonneren. Het is niet te doen. Nou, het is wel te doen. Het is vrij simpel eigenlijk. Je moet het gewoon doen. Vergeet deze video geen groen duimpje omhoog te geven als je hem leuk vond. Hij is niet eens groen meer, hij is blauw. Maakt geen fuck uit wat voor kleur die duim heeft. Hij is omhoog. Dames en heren, hartelijk dank. Doei! Doei! Dames en heren, de kans is vrij klein dat wij op exact hetzelfde moment op stop hebben gedrukt en toch heb ik vertrouwen. Ja, ik heb ook vertrouwen. Waarin? In dat we het fucking voetbal. Het is voor mij echt tijd om in een in mijn prinsen outfit deze eenhoorn te gaan versieren. Kijk.